Hier is na de oorlog mijn vader gaan werken. Blij dat hij vast werk had. Tegelijkertijd keihard beulen. En daar heb ik ook eigenlijk als klein kind al geleerd hoe mensen tegen elkaar opgezet werden in de fabriek. Want de prestaties werden gemeten. Wie produceert het meeste, wie werkt het hardste. En wie wekenlang achter elkaar onderaan de lijst stond, die ging er als het een beetje slapper werd als eerste eruit. Dus het is een hele moeilijke tijd voor hem. Mede daardoor denk ik heel actief in de bond en de partij. Partij van de Arbeid, uiteraard. Ik ben uitgevlogen uit het nest. Ook uit het dorp waar hij woonde, waar mijn ouders woonden. Na Mulo, HBS en Nijenrode gegaan. Basis leggen voor je toekomst. Maar wat is die toekomst nou eigenlijk? Is dat een baan, commercieel of iets anders? Of zie je kans om met wat je hebt geleerd ook dingen te doen die je inspireren? Vrij snel daarna bij de bouwbond gaan werken. Nou, ik vond dat dus fantastisch en voor mij ging er een wereld open. Ik werd voorzitter NVV, FNV en ik moest van alles tegelijk. Stakingsvergaderingen proberen toe te spreken, onderhandelen. Precies over al die dingen, lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale zekerheid. Ja, dan ga je zonder dat je daar nou iedere dag zo over nadenkt, toch precies de dingen doen waar je vader in het klein mee bezig was. De ambacht is wel veranderd. Dus heel ver zijn we misschien nog een beetje familie. Ik denk wel. Sommigen zeggen de sociaaldemocratie heeft zichzelf overleefd. Dreigt ten onder te gaan aan zijn eigen successen. Ik ben het daar niet mee eens. We moeten die solidariteit die vorm heeft gegeven aan sociale zekerheid. Aan opkomen voor de zwakkeren in de samenleving. Vandaag de dag en in de jaren die komen op een nieuwe leest groeien om te voorkomen dat er een bovenklasse komt die goed voor zichzelf zorgt en een onderklasse die vervreemd zich in de steek gelaten voelt. En ik wil die brug slaan tussen die twee groepen. Dat is het blijvende van sociaaldemocratie, ook in deze tijd. Ik ben, als ik terugkijk naar de afgelopen paar jaren, optimistisch over de mogelijkheden voor de toekomst. We kunnen veel bereiken de komende tijd. Ik wil me daar voluit voor inzetten. En dat kan alleen maar met uw steun. Er zijn prachtige mogelijkheden. Daarom ben ik ook optimistisch. Zo ben ik.